Ooit bezocht ik een medium om wat te bespreken met gene zijde. En het medium vertelde me dat op de hoek van de bank bij mij thuis mijn overleden grootmoeder zat met een poes op haar schoot. En ik dacht, oma? Oma en ik hebben jarenlang gecorrespondeerd en ze gaf altijd antwoord op de vragen die ik stelde. Maar ja, wat vroeg ik? Hoe het avondeten was geweest, wat ze op een dag had gezien. Hele simpele, eenvoudige vragen. Maar nu ze er niet meer is, weet ik pas wat ik echt had willen vragen. Toen het medium mij had verteld dat oma bij mij thuis op de bank zat met een poes op schoot, belde ik mijn moeder. En mijn moeder vertelde dat haar moeder, oma dus, als jong meisje een grote witte kater had gehad van wie ze zielsveel hield. En die kater noemde ze Poes. En zo ontdekte ik, dankzij een medium en niet door de jarenlange correspondentie met mijn grootmoeder, dat oma het eerste poezenvrouwtje in de familie was geweest. Had ik dat maar eerder geweten. Zoiets van liefde en knuffels en samen zijn. Dan had ik misschien meer vragen durven stellen. Oma, wat wilde u worden als jong meisje? Hoe heeft u opa eigenlijk ontmoet? Wat voor dromen had u voor uzelf? En wat vindt u er nou van hoe ik het een beetje doe in mijn leven? Voor al die vragen is het te laat. En oma wist ook niet dat ik het wilde weten. Misschien bent u, net als mijn grootmoeder, aan het wachten tot eindelijk de juiste vragen komen. Maar misschien bent u er dan niet meer om antwoorden te geven. En dat is mijn vraag aan u. Wat houdt u tegen om vandaag te beginnen met uw levensverhaal op te schrijven?